beste kijkers van Gamen met Froske. Ik ben Froske met een nieuwe aflevering van Boom Beach. Die serie is al zo lang geleden niet meer opgenomen. Dus hier ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik ben ook al een tijdje niet meer op mijn Boom Beach account geweest. Al een tijdje. 2 weken of zo heb ik er al niet meer op gespeeld. En mijn map gaat ook helemaal in de war zijn. Ja, zie. Dus dat is een beetje raar. Maar laten we nu ook al meteen even beginnen met onze verzamelding. Oké, wat is nu belangrijk? We gaan eens kijken. IJzer is handig. En op zich die steentjes ook wel. Maar ik vind ijzer belangrijker. Kan ik iets leuks mee upgraden? We gaan ook meteen dit checken. Wow. Ja, ja. Not bad at all. Oké, we gaan ook al meteen iets upgraden. We gaan hier... Oh, een wachter. Jawel, ja hoor. Begint goed. Wat gaan we nu upgraden? Een keer kijken. Deze kan naar level 3 in principe. Maar dat doe ik nog liever niet. Ja, ik ben een beetje aan het twijfelen wat ik ga doen. Ik kom in principe vaak hout tekort. Maar ik weet niet of het de moeite is om hout... upgrades. Om mijn hout te upgraden. Kan ik niet eens, denk ik. Nope. That's what I thought. Dat dacht ik al. We gaan gewoon een kanon doen. We gaan een kanon doen, ja. Ik heb besloten. I made up my mind. Ik weet niet of dat wel juist is. Okay, ze zijn allemaal level zoveel. Dan doen we deze naar level 7. Hoppakee, dat is al een goed begin. Kijken of we iets in ons labo kunnen doen. Nee, dat is allemaal dezelfde dingen. Bro. Dus ik ben, voor de mensen die het zich afvragen, level 30. Ik ben... ik zit op hoofdkwartier level 11. Mijn vlammenwerpers zijn alle twee level 5. En ik probeer de rest van mijn wapens te upgraden. Standbeelden heb ik plus 10 energie, kanon energieboot. Ik heb kracht, de kans op kracht 10 plus 19%. Houtproductie plus 22%. Steenproductie plus 17%. En ijzerproductie plus 12%. Dus daar zijn we nu doorgegaan. We gaan nu ook al meteen een aanvalletje doen. Maar natuurlijk eerst eens hier alle gems ophalen. Die we maar kunnen vinden. Oh yeah. Oh yeah. The gems are real. Oké, hier nog wat. Zoals jullie zien, heel veel... thuisbasis verdedigd, ja. Nee, totaal niet. Oké, wat gaan we doen? We kunnen in principe een keer... Laat eens kijken. Ik zie jullie terug wanneer ik een goede match heb gevonden. En ja, zeg ik tot zo. Hier ben ik weer met een grondstofbasis die we gaan proberen te veroveren. Moet eigenlijk wel lukken, want de verdedigingswapens zijn gewoon slecht. Met onze warriors level 4 of 3, denk ik. Ik weet niet meer zeker, ga ik straks even checken. Maar moet wel lukken. Level 16 base is echt makkelijk om te halen voor mijn level. Dus ja, let's do this. Ik ben van plan mijn shockbommen te gebruiken en niet echt een verdedigingswapen uit te schakelen. Dus we gaan gewoon een beetje random doen. Prachtig begin. Hoppa! Allemaal naartoe! Naar waar? Naar daar. Ja, goed zo. Heel goed. Ja, hoppa! Jullie leven toch nog? Ja, goed. Prachtig. Ja. Hier een... Oh my god. Ah, ik dacht even dat ik hem niet mee had, deze. Nul verliezen, kom op, jullie kunnen het. Yay! Oké, ja, dat ging lekker. Was ook niet zo moeilijk, maar we hebben de base weer terug. Ook 1 medaille, 0 casualties. We gaan hem ook even reorganiseren, want de base op zich is gewoon een beetje slecht georganiseerd. Hoe gaan we dat doen? Nope. Zo. Ja, dat vind ik wel een goeie. Dan gaan we... Zo. Ja, zo. Dat is zo. Ja. En die daar. Voilà, ik ben er helemaal tevreden mee.
Nee, helemaal niet. Ja, bijna. Oh, dat kan. Oh, dat is chill. Ik dacht even van, oh mijn god, ik heb hier veel te veel plaats, te weinig. Maar nee, dat kan. Dat kan, oké. Dat is handig. En ik ben tevreden van de base. Ja, ik ga hem zo laten. We gaan door naar de volgende aanval. We gaan natuurlijk even eerst kijken, zoals ik net zei, welk level zijn mijn warriors? We gaan dat eens checken. We gaan eens kijken. Onze krijgers zijn level 4, dat dacht ik al. Ik twijfelde wel heel even, maar het was wel wat ik dacht. We kunnen hier een nieuw territorium. We hebben een diepe kloof ontdekt in de oceaan. En de sonarsignalen, ik zat even te twijfelen, zijn veelbelovend. Er liggen veel schatten. Tik op de markeringsboei om de kloof te onderzoeken. Oké, we gaan de kloof onderzoeken. Wauw, oké. Op zich is die loot wel heel goed. Wauw, dit is een massaal veel ijzer. Maar we hebben te weinig geld om eerst hier te ontdekken. Dus we gaan weer een aanval doen. En ik zie jullie weer als ik weer een aanval heb. En tot zo. En ja, hier zijn we weer met een aanval die we gaan doen. We gaan deze... Ik wou zijn naam zeggen, maar dat gaat mij niet lukken, denk ik. Ik ga het ook helemaal niet proberen. We gaan deze gast aanvallen. En ik heb al een klein idee. Ik ga hier zo een spervuur gooien. Een barrage, zeg je dat? Of ik weet niet hoe dat dit heet in het Engels. In het Nederlands heet het spervuur. En let's do this. Ik wil wel zeker zijn dat deze wordt vernietigd. Dus we gaan... Hier? Dang, dat was nog breder dan ik dacht. Perfect. Hier kan... Deze is dan ook meteen, daar zijn we vanaf. We gaan. Hoppa. We gaan hier dan zo'n shockbom gooien. Dan zijn we daar ook al. We gaan al meteen medische hulp geven. Oké, en vernietig het stadshuis. Hoppa, je kunt het. Ja. Ik denk dat dit wel een. Ik kijk even naar de troepen en dat ziet er niet goed uit. Dat ziet er niet goed uit. Nee. Nee, ja, nee. Dat was close. Alle troepen verloren, een beetje onderschat deze base. Ik had misschien wat tactischer moeten aanpakken. Maar jammer, ik ga het ook hierbij laten voor deze aflevering. Een redelijk korte aflevering. Maar misschien komen er binnenkort ook meer Boombeers afleveringen online. Laat ook even weten in de reacties of jullie dat willen. Ook zou ik heel erg graag in de reacties van jullie willen weten wat jullie vinden dat verbeterd moet worden aan Boombeach. Want Boom Beach is nog maar net uit. Wat net uit is een groot woord. Maar nog niet zo lang uitgebracht. En er zijn nog veel dingen die kunnen veranderen. En ik wil van jullie graag weten wat jullie vinden dat er veranderd moet worden. Ik vind dat er een alliantie moet komen. Zoals in Clash of Clans een clan. En moet het hier een alliantie worden, vind ik wel bij het thema passen. En een chat natuurlijk. Weet je, een game zonder. Zo'n game zonder chat. Dat is gewoon, ik weet het niet, dat is niet tof. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat ons zeker een like achter, dat zou ik heel erg tof vinden. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Vergeet zeker ook niet even de Facebookpagina van Gamen met Floske te checken. Ook het Twitter-account van Gamen met Floske. Het zal allemaal in de beschrijving staan. En dan zie ik jullie later weer terug. Laters.